De lezing van de ex-president Finisjaan heeft de hele samenleving in beroering gebracht. Waar de verwachtingen hoog waren, als zou de ex-president in staat zijn om zijn huidige collega Santokki te voorzien van inzichten en misschien richtlijnen om te komen tot de oplossing van de huidige crisis. Omdat men ervan uitging of gaat dat Finisjaan in staat is geweest om tot 3 maal toe Suriname te helpen uit een crisis. Eerlijk gezegd weet ik niet van waaruit men deze bewering heeft gehaald of dat men deze bewering kan staven. Maar het meest opvallende die avond was de oproep van de president, ex-president Finisjaan, aan de bevolking om de huidige president Santokki optimaal te ondersteunen en de oproep aan het congres van de NPS om de voortzetting van de samenwerking binnen deze huidige coalitie goed te keuren of voort te zetten. En twee zaken hebben na een aantal dagen geleid tot enige beroering in die samenleving. Omdat de samenleving, met name de bevolking, deze oproep van de president niet kan begrijpen. Men praat in de comments op internet bij de belangrijke online media over een idiote oproep van een dementerende politicus. Daarmee geeft men aan dat men erg teleurgesteld is en deze oproep ten eenenmale afwijst. Maar de vraag is dat na deze uitlatingen van Finisjaan bij de samenleving de vraag is ontstaan: wat heeft deze president echt betekent voor de bevolking? En dit is een vraag die mij ook bezighoudt. Ik heb nooit kunnen inzien of me kunnen verenigen met het standpunt dat Finisjaan een goede president is geweest. Ik zal geen uitspraken doen over zijn functioneren in zijn algemeenheid. Maar we moeten ook niet ontkennen dat gedurende het presidentschap van Finisjaan er sprake was van een verschrikkelijke stilstand in de ontwikkeling van het land. Een toename van armoede. De inflatie was totaal gestegen. En inderdaad is het ze gelukt met een aantal maatregelen de koers stabiel te houden. Maar eigenlijk ja, een economisch, laat maar zeggen, druk om de uitgaven in balans te houden met de inkomsten. Maar er komt geen enkele ontwikkeling. Dat is het meest typerende van die periode geweest. Er is niets veranderd. De infrastructuur was totaal vervallen. Achterstelling, scholen, noem maar op. Op alle gebieden was er sprake van een totale verval in die samenleving. En het ergste is dat deze politiek van Finisjaan eigenlijk bewonderd wordt door bepaalde personen. Eén als een zeer omstreden figuur, Bouzaïd, die doorgaat als een goede econoom. Hoewel ik niet direct die mening ben toegedaan, omdat ja, er is nog niets maatschappelijk bewezen of deze man heeft maatschappelijk nog niet aangetoond welke bijdrage hij concreet heeft geleverd aan de ontwikkeling van het land. Ook niet als wetenschapper bij de universiteit en ook in ander opzicht niet. Bij de bank zijn er ook geen projecten ontwikkeld of pakketten die mensen moesten helpen om in hun omstandigheden verandering te brengen. Bijvoorbeeld financieringen bij kleinschalige projecten of de opzet van huizen of noem maar bouw.
Die producten zijn niet ontwikkeld door de hartrembank. Maar ik ga niet verder over hierover praten. Maar belangrijk is dat we moeten ons afvragen van wie zijn de bewonderaars van Venetiaan. Het zijn echt geen Sasa, Kaka, Singotico en Baburan Pandi, zoals Derby altijd zei. Het zijn de mensen uit de gegoede, kleinburgerlijke bovenlagen van die samenleving. Daar vindt Venetiaan zijn grootste ondersteuning. Het gaat om de elite bovenlagen van die samenleving. Die vinden Venetiaan een geweldige president. En ze schrijven hem allerlei kwaliteit toe. Als man die niet veel praat, die geen pram heeft, niet verwant is. En allerlei andere dingen worden toegeschreven aan Venetiaan. En wordt gezegd dat een president moet voldoen aan deze voorwaarden. Maar voor mij is de eerste man die heeft getoond hoe je een land moet leiden, was Weydenbosch. Ik bedoel, na 1980. Het was de eerste president die had aangetoond dat als je presidentschap had, hoe je moet gedragen. En Venetiaan heeft daarvan geleerd voor zijn volgende periode. Laat dat duidelijk zijn. Maar om terug te komen op Venetiaan. Venetiaan is eigenlijk voor mij een geconditioneerd type. Die eigenlijk niets anders is dan het resultaat van de opvoeding binnen dus de Rooms-Katholieke kerk. Je moet je gedragen, netjes gedragen, een leuke jongen zijn. Een zwarte jongen moet lief zijn, een zwarte jongen moet leuk zijn, hij moet beleefd zijn. Hij mag niet te veel vechten. Ik denk dus dat Venetiaan met die duurde is opgebracht en daarvan een resultaat is. Ik kan het zeggen omdat ik behoor tot een katholiek strenge familie, zowel vanuit de parochies Bonifaas van mijn moeders kant en Rozenkerk van mijn vaders kant. En ik ben in die kerk opgebracht, maar ik heb nooit me willen onderwerpen aan die doctrines van de RK-kerk, omdat het tot doel had niet een man te maken die kritisch, zelfbewust was, maar een figuur moest zijn om de belangen van de gevestigde orde, de gevestigde blanke, lichtkleurde elite te behartigen. En vaak kan ik Venetiaan, ik zeg dat het zo is, maar vaak herken ik Venetiaan als zo'n figuur. Verder zeg ik dat Venetiaan eigenlijk de grootste teleurstelling is geweest voor de zwarte bevolking, voor de zwarte massa's. En waarom zeg ik dat? Ik had een boezemvriend die bevriend was met een belangrijke man in de NPS. En als zodanig ontmoeten wij elkaar. En altijd was de discussie was er sprake van een politieke discussie. En in gesprekken met die man, omdat we elkaar op een regelmatige basis zagen, vertelde hij enorm veel over wat gebeurde in de NPS, vooral na de periode van Aaron. Er was sprake van een proces waarbij men een nieuwe leiding wilde hebben. En de man heeft enorm veel werk verricht. Heeft zich enorm ingezet voor dat Venetiaan kon worden gekozen als voorzitter van de NPS. En naarmate ik met hem sprak, heeft hij me gezegd van kijk Herman, wat wij in de NPS nu willen, en dat was het verlangen van vooral de basisstructuren, de kernen. Ze wilde een echte zwarte man hebben als president, als voorzitter van de NPS. Zoals hij het tegen me heeft gezegd, letterlijk, on one one pin pinis man moro lik aron. Weer ik ba, one one man lik pin ping, one one black man. En op grond van deze motieven is Venetiaan gekozen tot de voorzitter van de NPS. Echter, begonnen kort na de verkiezing van de NPS,
begon de achterban, toen NPS in de regering belandde, te zien van dat er geen verbetering kwam in bepaalde opvattingen in de partij, omdat een van de belangrijke kritieken was dat vooral in de periode van Aaron er weinig werd gedaan concreet voor de achterban. De mensen aan de basis die kwamen niet in aanmerking van voorzieningen. En laat me duidelijk zijn, ik verkondig hier geen patronage, maar ik geef alleen maar aan hoe het politiek systeem functioneerde. En ik heb het al een keertje uitgelegd dat we te maken hadden met een politiek systeem gebaseerd op patronage en verzuiling. En aan het hoofd van die verzuilde groepen stonden elites. En zo had je dus de zwarte elite, de Hindustaanse elite, de Javaanse elite. En die elites, ja, die zorgden voor een bepaalde evenwicht. En het patronagesysteem was zodanig opgebouwd dat eigenlijk, ja, als je wilde optrekken vanuit de eigen groep, je dat moest doen binnen de eigen zuil, waarbij er mensen waren die je optrokken op basis van jouw loyaliteit aan het systeem. Dat was het politiek systeem. En Pengel was in staat om dat systeem op zodanig wijze te hanteren dat zodra een Hindustaan een perceel kreeg, landbouwperceel kreeg, dan bracht hij direct een kujoe in aanmerking van een volkswoning. Dus die manier van, laat maar zeggen, die manier van politieke voering, ja, is vooral na de dood van Pengel een goed probleem geworden in de beleving van de achterban van de NPS. Vandaar er enorm veel kritieken waren op Aaron en andere leiders. En men verwachtte weer iemand, ja, die, laat maar zeggen, in staat zou moeten zijn om die Pengel-doctrine, de Pengel-periode, ja, voor te kunnen zetten. Pengel kende die politiek omdat hij het samen heeft gemaakt met Lashman. En hij wist precies wat hij moest doen om dat ding in balans te houden. De andere zwarte leiders na Pengel zijn daartoe volgens die opvatting van de NPS achterban niet in staat geweest. Het is een belangrijk gegeven hoor, die bestaat binnen die partij. Of de partij. En ook heeft men in feite ook Aaron kwalijk genomen, omdat hij systematisch nooit meer die eigenlijk de man was die zo een beetje de brug vormde tussen dus die echte zwarte massa en Aaron. Ja, dat Aaron nooit meer, laat maar zeggen, de mogelijkheid heeft geboden om te kunnen functioneren als minister. Waardoor hij ook niet in staat was om, hij wilde om, laat maar zeggen, een paar dingen te doen, maar hij heeft nooit die medewerking en ondersteuning gehad van Aaron. Dus waren de verwachtingen toen Venetiaan werd gekozen en daarom hoog. Maar daar komt het. Venetiaan was nog erger dan iedereen. Nog erger dan Aaron. Venetiaan is eigenlijk iemand geweest die liever zich bevond in de kringen van de bovenlagen, zodanig geconditioneerd in zijn gedrag dat zij hem hebben bewonderd en dat hij dus ook hun belang heeft veiliggesteld. Hij is in conflict gekomen met de vooral die lichtgekleurde elite binnen de NPS, met name de Limapo's, de Jesters en anderen, waarbij zelfs een deel van hij is er tegemoet gekomen. Je moet goed nagaan dus dat de middenlagen onder Venetiaan, ze zijn vooruit gegaan. Na 80 waren ze in problemen gekomen, maar ze hebben weer de gelegenheid gehad tijdens Venetiaan om op te leven. Hun business, hun bedrijf konden weer draaien, ze konden weer financiering vinden en ze begonnen op te leven. Terwijl de bevolking aan de volksklasse er sprake was van een steeds verder wordende paupering.
Omdat de hele politiek voering van de NPS niet gericht was op het verheffen van de eigen achterban. En één persoon waarop en dan een vier kritiek ook is geleverd, is Demon. Een man die gewoon vond dat in een diebelak aan grong om dat demonstreren. Wat voor argument is dat? Als je de mensen niet leert om om te gaan met die grond. En wie zegt dat hun die staan als je geen grond verkopen? Ik maak het elke dag mee. Mina ook toen aan Saramaka boy. Opa heeft ons ook grond achtergelaten op Saramaka. En daar zie ik hoe die mannen werken. Die man verkopen en kopen. Het grond is een instrument en die vaardigheid moeten wij misschien zwarte mensen bijbrengen. Maar het geeft geen enkele rechtvaardiging dat je dus zwarte mensen geen grond gaat geven. Dus deze opvattingen die bestaan binnen de NPS, zijn opvattingen die eigenlijk ja, in de, zoals ik zei, in de politieke, in het systeem van politieke, van politieke patronage, ja, is het dus dat op een gegeven moment andere groepen wel toegang krijgen tot andere voorzieningen. Maar dat de zwarte bevolking ja, uitgezonderd is door de eigen leiders van enige toegang tot belangrijke voorzieningen en bindelen. Gisteren heeft mevrouw Ednor in een interview open gesproken. En wat mij heeft, waarvan ik ben geschokt, en ik wist het ook niet, echt waar. Dat de ex-president in 2010 op een nogal verschrikkelijke manier is uitgejouwd door de achterban van de NPS. In de stronghold van de NPS. Pontbuiten, Tamenga, noem maar op. Evram Zegen, noem maar op. Latour. Het ergste wat is voorgekomen is in Latour. Waar hij is bekogeld met zand en andere dingen. De veiligheidsdienst hebben moeten ingrijpen. Ik was eerlijk gezegd niet op de hoogte van deze afwijzing van de bevolking. En vandaar dus dat ik vind dus dat het gerechtvaardigd is dat mevrouw Ednel duidelijk heeft gemaakt dat ze dus niet wenst verder zich te onderwerpen aan opvattingen van de heer Venetiaan die eigenlijk vernietigend zullen uitwerken op de partij.